Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag gaan we beginnen met de les 161. We gaan als eerst hierboven naar val. We maken hier een nieuwe aan en we voeren hier het volgende in. 2000 bij 1400. En ik hou dit gewoon op 300. En daarna klikken we op OK. Ik open dan de eerste foto. En dan gaan we het leukste doen. Ik wou bijna zeggen, je kan hier een printscreen van maken, maar dat is niet meer het geval. Je gaat gewoon naar mijn Facebookpagina, je gaat naar foto's, dan kies je voor albums en dan zie je daar staan de foto's van de les 161. Yes, we zijn zover. Oké, ik pak hier dan de selectietool, ik ga selecteren door Ctrl-X. Deze haal ik weg, die heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V, ik doe dan Ctrl-T. En ik ga hem draaien. Dus ik heb hier dus twee pijltjes en een halve cirkel. Ik hou shift in. En ik draai hem zo een kwartslag om. Ik doe dan daarna de shift in houden. En ik trek hem zo naar buiten toe. Even kijken. Zo. En daarna ga ik even een stukje nog naar boven. Dat doe ik met de pijl op mijn toetsenbord. En daarna klik ik op enter. Ik ga daarna hier naar de Quick Selection Tool. Ik ga dit gedeelte selecteren. Ik ga hierboven naar Refined Edge. Ik heb hem hier dan op overlay staan. Ik maak hem hier wat groter. En dan ga ik hier even eroverheen. En dan gaan we kijken of we de witte stukken er tussenuit kunnen halen. Dat doet hij mooi. Dit nemen we ook mee. Zijn we niks vergeten? Nee. En daarna klikken we dan op OK. Ik klik dan met de rechtermuisknop op de foto. Ik zeg Select in First. En dan klik ik op Delete. Zodat dan de achtergrond wit wordt. Daarna ga ik hier naar de selectie tool. En dan klik ik hier één keer bij mijn linkermuisknop op het scherm. Ik open dan de tweede foto. En voordat ik dat doe, pak ik deze laag. En die sleep ik naar de prullenbak door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Sleep ik hem hier zo naar de prullenbak. Dan zie je dus dat de achtergrond transparant wordt. En dat is wat ik nodig heb. Ik pak hier dan de selectie tool. Ik selecteer hem. Doe dan Ctrl-X. Deze haal ik weg. Die heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V. Ik sleep hem één laag omlaag met de linkermuisknop ingedrukt te houden. Ik doe dan Ctrl-T. Ik hou Alt in en scroll met de muis om hem kleiner te maken. Ik leg hem een klein beetje zo eroverheen. En niet te veel. Kun je beter met de pijltoetsen doen op je toetsenbord. Dan hou ik Shift in en ik trek dit gedeelte zo naar boven. En daarna klik ik op Enter. En met Ctrl-0 herstel je de grootte van de foto. Ik ga dan met Alt en scrollen met de muis zoom ik hem even in. Ik ga dan even kijken of het hiermee werkt. Deze is ontzettend leuk, of een leuk tooltje om iets te laten verdwijnen. Ik maak hem even een stuk kleiner en als ik dan hier overheen ga, zie je dus dat hij verdwijnt. Nou, dat is ook wat ik wilde. Zo. Ik open dan de volgende foto. Ik pak hier dan de Magic Erase Tool. Klik hierop. En dan zie je dus dat de achtergrond verdwijnt. Ik pak hier de selectie tool. Ik selecteer hem. Doe dan Ctrl-X. Deze haal ik weg. Die heb ik niet meer nodig. En dan ga ik op de bovenste laag staan. En dan klik ik op Ctrl-V. Ik pak hier de pijltoets. En dan sleep ik hem hier naartoe. Ik doe nu even Ctrl-T. Ik maak hem door Shift in te houden en een stukje kleiner. Zo. Daarna ga ik hier een masker maken. Ik heb zwart bovenin. Ik heb hier de bustool. Ik ga hem even wat lager zetten. 39. En dan ga ik hier even zo eroverheen.
open dan de volgende foto. Ik pak hier de selectietool. Ik selecteer hem. Ongeveer tot hier. Ctrl-X. Deze haal ik weg. Die heb ik niet meer nodig. En dan maak ik hem wat kleiner door Alt in te houden. En dan doe ik Ctrl-V. Ik pak hier de pijltoets en ik leg hem hier zo bovenin. Daarna sleep ik deze laag met de linkermuisknop ingedrukt naar beneden toe. Sorry, eentje hoger. Zo. Dan doe ik Ctrl-T. Hou Shift in. En ik trek hem zo naar beneden toe. Ongeveer tot hier. En daarna klikken we op Enter. Ik maak dan hier een mask aan. Zwart bovenin. De bewustool. Maak hem een stuk groter. En dan kunnen we dit een beetje aanpassen. Vind je te veel, dan draai je hem om. En dan kun je nog zo hem nog even veranderen. Kijk, dit vind ik gaaf. Ja, dit is mooi. We gaan dan heel even naar deze foto. We klikken deze aan. Dan kiezen we voor Hue Saturation. We vinken deze aan. En dan gaan we dit naar rechts trekken. Kijk. Zo. We openen dan de volgende foto. Ik doe dan Ctrl-T. Rechter muisknop en dan zeg ik flip horizontaal. Dan klik ik op enter. Ik heb dan een selectietool. Ik selecteer hem. Doe Ctrl-X. Ik haal deze foto weg, die heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V op de bovenste laag. Let op. En dan doe ik Ctrl-T. Ik hou Shift in. En ik maak hem een heel stuk kleiner. Ik ga inzoomen. Dan ga ik even kijken hoe ik hem de beste neer kan zetten. Ik denk dus zo. Dan ga ik hem een beetje kantelen. Dus die halve cirkel met die twee pijltjes. Kantel ik hem zo eventjes een beetje. Ja, het is een beetje moeilijk, want hier zit er namelijk. Ik ga even terug. Dat klopt niet namelijk. Even kijken. Pootje daar. En een pootje daar. Ja. Oké. En daarna klik ik op enter. Ik ga even inzoomen. Nou, dit zou wel kunnen. Dit kan trouwens ook wel. Dit pootje staat omhoog. Ja. Daarna gaan we naar dit icoontje toe. We pakken breiders en contrast. We klikken deze aan en dan maken we hem even wat donkerder. Wat contrast erin. Daarna gaan we hier naar de bewustool. We hebben zwart bovenin. We maken hem zo kleiner. En dan kunnen we dit gedeelte wat lichter maken. De gezicht een klein beetje. Ja, dit vind ik mooi. Daarna gaan we weer naar dit icoontje. Dan pakken we Hue Saturation. Ook deze klikken we aan. En dan maken we hem wat rooier. Kijk. Ja, dit is het. We openen dan de volgende foto. Ik pak hier dan de Quick Selection Tool. En ik selecteer deze roofvogel. Ik ga inzoomen met Alt inhouden, scrollen met de muis. Maak hem een stuk kleiner. En dan ga ik ook deze ga ik selecteren. Met Alt kun je weghalen wat je te veel hebt geselecteerd. Daarna gaan we hierboven naar Refined Edge. En dan ga ik even hier eroverheen. Want kijk, hier heb je wat haartjes. En hier ook. Hier tussen
Zo. Hier nog tussen. Er zat blauw tussen ze. Dat blauw moet natuurlijk weg. Hier ook. Zo. En daarna klikken we op oké. We doen dan Ctrl-X. Deze halen we weg, die hebben we niet meer nodig. We gaan op de bovenste laag staan. En dan doen we Ctrl-V. We doen daarna Ctrl-T. We gaan hem een klein beetje draaien. Hier twee pijltjes met die halve cirkel. Zo. We houden de shift in en maken hem een stuk kleiner. En wat ik wil, is dat hij eigenlijk een aanvalpositie wil doen naar dit gedeelte. Want hier komt straks wat op te staan en daar heeft hij wel interesse in. Maar het mannetje of het vrouwtje, dus de vader of de moeder van de kinderen die dadelijk hier komen te staan, die wil natuurlijk zijn kinderen beschermen. Dus die richt zich daar weer op. En ik pak dan heel even de pijltoets en ik haal hem een stukje naar achteren. Zo. Ja, dat vind ik mooi. Daarna gaan we naar dit icoontje. Pakken we breedte en contrast. Dan klikken deze aan. We maken hem wat donkerder. En daarna gaan we weer naar dit icoontje. Pakken we Hue and Saturation. Ook deze klikken we aan. En dan gaan we deze een beetje rooier maken. Zo. Ja, dat is hij. Ik open dan de volgende foto. Ik ga hier naar de Quick Selection Tool. En ik selecteer de wolf. Of de welpjes, hoe je ze ook mag noemen. En met Alt kun je het gedeelte weghalen wat je niet wilt selecteren. Daarna gaan we hier boven naar Refined Edge. En dan gaan we hier zo eroverheen. En daarna klikken we op oké. We gaan even kijken. Nou, dit vind ik niet mooi, dus dit ga ik anders doen. Zo. Dit moet gewoon blijven bestaan. Dit ook. Hier ook. En deze ook. Zo. En daarna doe ik Ctrl-X. Ik doe naar Ctrl-N. Enter. Ctrl-V. Ik haal daarna deze haal ik weg. Door te slepen naar de prullenbak. Ik ga dan hier naar de selectietool. Ik selecteer hem door de linkermuisknop ingedrukt te houden. En te slepen met de muis. Doe dan Ctrl-X. Ik ga terug naar de foto. Waar staat de bovenste laag? En dan doe ik Ctrl-V. Ik doe daarna Ctrl-T. Ik hou Shift in. En ik maak hem kleiner. En dan ga ik hem zo hierachter plaatsen. Even kijken. We staan hier bovenop. Ja.
Dus we moeten nog een stuk kleiner. Zo. Want hij staat hier met zijn pootjes op. Zo. En dan achter. Dus het belangrijkste is dat je dus hier naar kijkt. En dat je hier naar kijkt. En als je dat gedaan hebt, klik je op Enter. Ik maak dan hier een mask aan. Zwart bovenin. Ik pak hier de bustel. Ik maak hem een stuk kleiner. En dan ga ik hem hier boven op een scherpe cirkel zetten. En dan kan ik hem hier bijwerken. En dat doen we hier dus ook. Kijk. Dat is hier zomaar bij het pootje. Zo. Even de grove lijntjes weg. Daarna ga ik naar dit icoontje. Pak ik brightness en contrast. Klik deze aan. Maak ze wat donkerder. Daarna ga ik weer naar dit icoontje. Pak ik hue en saturation. Klik deze aan. En dan maak ik hem wat roder. Zo. Ik ga dan inzoomen. Ik ga dan weer terug naar deze laag. Dit zijn de wolfjes, de welpjes. Deze klik ik aan, daar ga ik in werken. Ik heb dan weer de bustel, zwart. En dit keer kies ik dan voor een zachte cirkel. Ik maak hem wat kleiner. Niet te. En dan gaan we dit een beetje zo bijwerken. En als je fout gaat, draai je deze gewoon om. En dan kun je dit herstellen. Kijk, dat is beter. Dat is fout. Draai ik hem om. En pak ik hem de andere kant. Zo. Dus de kleine wolfjes die zijn afgeleid met iets hier. Dat gaan we nog even kijken wat we gaan doen. En de roofvogel heeft aandacht aan deze welpjes. En de moeder of de vader, die wil dat tegenhouden. Ik ga dan heel even naar deze laag, naar de roofvogel. Ik pak hier de pijltoets. En dan ga ik hem hier neerzetten. Zo. Ja, dat vind ik beter. Meer gericht, zeg maar, zo naar de jonkies. Ik ga dan weer terug naar brightness en contrast. Die klik ik nog even aan. Ik maak ze nog even wat donkerder. Ik zal het daarmee laten zien waarom. Een beetje meer contrast erin. Zo. Daarna ga ik hier naar de bustel. Zwart bovenin. Ik maak hem iets groter. En dan kan ik het gezicht nog even wat lichter maken. Dan gaan we op de bovenste laag staan. We maken hier een nieuwe laag aan. We hebben zwart bovenin. We hebben de bustel. We hebben een zachte cirkel. We hebben 39. En dan gaan we hier schaduw maken. Zo. En bij deze 100% kunnen we hem dan wat lichter maken. Zo. En dat gaan we dan ook nog een keertje doen bij die andere wolf. Dat is deze. Dus dan gaan we hier staan. Want deze twee pijltjes wordt bij deze foto. Maak je een nieuwe laag aan. En ook hier gaan we schaduw maken. Dit is dan zeg maar het gedeelte van het hoofd, hè, wat ik hier doe. Zo,
Dat is beter. Ik open dan de volgende foto. We pakken dan met de selectie tool deze struik. We doen dan Ctrl X. We gaan naar deze foto. We doen dan Ctrl V op de bovenste laag. We doen dan Ctrl T. Shift inhouden. We maken hem een stuk kleiner. We zetten hem hier zo neer. We klikken dan op Enter. We gaan dan hierboven gaan we naar Multiply. Ik pak hier de pijltoets. Ik sleep hem even naar de positie toe. Doe daarna Ctrl T. Hou Shift in. Maak hem een stuk kleiner. Daarna klik ik op Enter. Ik maak dan een masker aan. Even inzoomen. Ik pak hier de brushtool. Zwart bovenin. En dan ga ik een gedeelte weghalen. Zo. Kijk, dat vind ik mooi. Daarna gaan we terug naar deze laag. We gaan daarna naar dit icoontje. We pakken het brightest contrast. We klikken deze aan. En dan maken we hem wat lichter. Zo, het contrast eruit. Even inzoomen om te kijken. Ja, dat is beter. Ja, mooi. Dan gaan we terug naar de wolfjes. Dat zijn deze. En dan klikken we deze aan. We gaan dan hier naar de Burn Tool. We gaan inzoomen. En dan maak ik dit gedeelte even wat donkerder. Zo. Dat kunnen we hier ook nog doen. Dan gaan we naar de wolf. Dat is deze. Die klikken we aan. En ook met de Burn Tool. Burn Tool is donkerder maken en Dodge Tool is lichter maken. Dan gaan we dit een beetje bijwerken. Zo. Ik open dan de volgende foto. Ik pak hier dan de Quick Selection Tool. En ik ga dus de bergheid selecteren. Alt inhouden, scrollen met de muis om beter te kunnen zien wat je doet. Daarna gaan we hierboven naar Refined Edge. En dan ga ik hier nog even eroverheen. En daarna klik ik hier op OK. Ik herstel dan nog even het stuk wat ik niet weg wil hebben. Dat is onder andere dit gedeelte. Zo. Ja. Hierboven nog een stukje. Alt inhouden, even scrollen met de muis. Hier zie ik nog een stuk. En daarna doe ik Ctrl X. Deze haal ik weg, die heb ik niet meer nodig. We gaan dan op de bovenste laag staan en daarna doen we Ctrl V. Ik doe dan Ctrl T, rechtermuisknop en dan flip horizontaal. En ik zet hem hier neer. Door Shift in te houden maak ik hem kleiner. Zo. En daarna klik ik op Enter. Ik wil hem achter de rots hebben. Dus we gaan dan even inzoomen. Ik pak even hier de pijltoets. Ik zet hem zo even neer. Zo. Ik maak hier dan een mask aan.
Ik maak deze een stukje lichter, zodat ik kan zien wat ik doe. Ik ga dan hier naar de brush tool, zwart bovenin. En dan kan ik dit gedeelte weghalen. Zo, doe je te veel, dan pak je hier wit. En dan kun je weer herstellen. Ik doe dan het liefst met een harde cirkel, dus ik draai hem even om hier naartoe. Zo. En dan natuurlijk zwart bovenaan houden. En dan wit iets kleiner maken. Zo. En daarna zet ik deze weer terug naar 100%. Ik klik dan deze aan. Ga naar dit icoontje. Pak brightness contrast. Ik klik deze aan. Dan maak ik hem wat donkerder. Beetje contrast erin. Daarna ga ik weer naar dit icoontje. Pak ik Hue and Saturation. Klik deze aan. En dan maak ik hem wat roder. Zo. Ja, dit is wat ik wil. Ja, de welpjes of de wolfjes, de kleine wolfjes, die worden afgeleid door de bergheid. De roofvogel is dan meer gericht naar hem toe. Ik wou eerst de welpen zeggen, maar dit is beter. En dan de vader of de moeder van de wolfjes, die reageert dan weer op de roofvogel. Oké, daarna gaan we heel even naar deze, de berg. En ik ga dan even hier naar dit icoontje. Pak ik hier ook even Hue and Saturation. Klik deze aan. En ook hier doe ik wat rood erin. Zo. En dan is de les klaar. Nou, ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben. Heb je vragen, dan kun je altijd mailen naar info@gratisleren.photoshoppen.nl. Wil je hulp hebben, ga dan even naar mijn website www.gratisleren.photoshoppen.nl en klik dan even op de rode button of de rode knop. Daar staat alle informatie hoe je mij kan bereiken. En ik wens jullie veel succes met deze les. Jongens, de groeten. Hai hai.